Aye. Goeiedag mensen van het goede leven. Ja. We hebben weer even een streampie. Vorige was ook heel leuk. Maar deze wordt nog leuker, want we hebben nu een gast erbij. Kijk maar eens even. We hebben twee offroad auto's gefixt en we gaan dingen beleven. Zijn plan is om een Mount Chiliad te beklimmen, maar... Ja, stel eens even voor, jongeman. Boe. 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 Nou. We hebben dus twee auto's. Even kijken. Jij weet al waar Mount Chiliad is, toch? Hallo? Ja, we klaar. Ja, jij weet wel waar Mount Chiliad is, toch? Sam. Je weet wel waar Mount Chiliad is, toch? Zeg, ga even rijden dan. Het lijkt een beetje trouwens. Hallo. Ja. Ja, dat merk ik. Ja, dat merk ik. Ga maar alvast. Nou, nu werkt het weer. Ga maar. Praat maar gewoon in game. Ik word helemaal... Nee, echt jongen. Ik word helemaal gek. Kutkopje. Ze zijn gewoon allemaal dingen te smijten, jongen. Natuurlijk. Ik hoor je af en toe heel... Ik ben vrijwel niks. Ik ga maar alvast. Nou, nu werkt het weer. Ga maar. Oké. Okay. Volg je mij? Ja, ik volg je. Oké. Wat denk je dat we vandaag nog meer gaan doen? Jij komt waarschijnlijk toch weer in een achtervolging. Jij komt waarschijnlijk weer in de achtervolging vandaag. Ja, maar soms niet. Ik vind het echt heel kut voor jou te streamen, weet je dat? Nee, ik hoor jou ook af en toe. Ik vind het heel kut voor jou, voor mezelf, voor iedereen. Deze dingen zijn wel lekker, man. Ja, toch? Oh. Ik vind de hel uit de bocht. Oh, dat was een steen. Maar de vorige keer dat we hier waren, ging het wel een beetje fout, hè? Dus ik. Dat klopt, ja. Ik ben heel erg stoken, hoor. Rijk alvast weg. Ja, ik kom eraan. Moet ik nog zo'n kutbrawler? Hopelijk werkt deze wel beter. Oh, ik ging maar met BMW, of niet? BMW? Ja, ik ben een keer met mijn BMW omhoog gereden.
Volgens mij was het toen een Tipsta. Maar ik glij een beetje naar beneden. Ik ook. Als hier een ambulance moest komen, dan was het wel rip. Hier moest dus een ambulance komen, daardoor ben ik op aangenomen. Ik had die ambulance omhoog gebracht. Wow. Maar die uitlaat zijn ook zo vet. Weg, hè? Deze hele auto is vet, voor die deurtjes. Ja, dat is speciaal geüpgrade. Ik denk net alsof we in een attractie zitten. Gas. Maar ik denk dat we zo wel naar de stad gaan, dat we even kattenkwad uit gaan halen. Ik niet te veel natuurlijk, want anders krijg ik weer problemen. Oh. Fuck. Ja, maakt volgens mij niet veel meer uit wat jij allemaal doet. Nee. Ik kan ook mijn baan krijgen. Ja. ABB kan altijd natuurlijk. Ja, dat niet, toch? Ja, maar dat was volgens mij alleen bij ambu en politie. Dat weet ik trouwens niet helemaal zeker. Maar... AWB is eigenlijk geen overheidsdienst, dus dat maakt niet zoveel uit volgens mij. Ja, en deze server wel natuurlijk, maar echt niet. Mm-hmm. Harder, jong. Harder. Dat kan toch niet. Ik ga toch ook niet met 100 keer met de vuur weer omhoog. Nou, dat was een fijne dag met mij. Kom, we gaan even terug naar het plekje waar we vorige keer naar beneden pleurden. Ja, wacht. Ik heb ook zo'n geweldige toeter. Ik heb mijn Discord. Ik heb mijn prioriteit gegeven. Hoger. Oh? Wacht even. We kunnen via deze kant naar beneden. Maar ga even toch naar het ene plekje. Met die plekje. Afgebroken, ja, met dat bord erbij. Dat je zo niet naar beneden moet flikkeren. Wacht. Waar was het ook weer? Oh, kom maar. Dat is gewoon Ik weet niet waar het is, maar. Deze auto kan me ergens tegen. Oh, hier is het. Ja, weet ik. Oef. Maar deze kun je van mij wel omstoten. Ik mag niet weer fout. Ja, jongens, hier waren we dus. Hey. Doe jij eens even rustig. Maar ik denk dat we misschien met deze auto zelfs nog wel een stukje naar beneden kunnen rijden. Wacht, ga eens naar achteren. Hey, toet toet. Kijk, dit stukje hier. Kijk. Ik heb van de tijd achteren ingedrukt. Moet ik dan naar achteren ingedrukt houden en spatie boven. Ja, kut zo. Mijn gelijk zo hard weg. Het staat gewoon stil. Mijn staat gewoon stil, hè. Ik kan het goed klappen. Oh, dit is wel een beetje heel stijl. Even kijken. Maar het is gewoon het bierst van een auto, die kan het allemaal aan. Ja, die... Nou, dit kan hij niet hoor, denk ik. Nee. Hij kan veel, maar dat... Nee. Even kijken, kunnen we hier? Wacht, kom eens. Hier kun je als goed zo omhoog. Wat doe jij nou?
Kijk, als je hier naar boven komt. Hier naar boven. Even kijken. Kijk op mijn chat en toen flikkerde ik maar naar beneden. Even kijken. Ik ga even drinken. Ga je drinken? Ik schenk even drinken. Dat hier gewoon een flesje halen. Zo. Doe maar luxe. Sowieso. Oké, zet maar waypoint naar Blokkenpark. Dan gaan we gewoon heel het waypoint voor. Mag even dat? Ik heb wel gewoon rustig 60 FPS, maar... Toet toet! Oeh, dat... Ja, rustig. Ja. Welke kant gaan we nemen? Links of rechts? Volg mij gewoon. Ja, maar... Ik hou de rem niet in. Maar ik geef ook geen gas. Oké. Oh! Oh, dat was een heel schuin stuk. Kan je even zeggen. Oh, wat is dit? Dit stuk is wel echt hardcore. Dat is een leuk stukje. Hou jij je gas ingedrukt? Nee. Ik ga mijn linker pakken. Zo, die rem. Nee, ik ga weer. Ik wou dat echt misschien nog wel doen, man. Dat is weer veel RP. Ik wou het ook wel doen, maar... Ik denk nog gelijk op. Geen idee. Oh, shit. Ik bedoel, echt kan het ook, maar... Dat is niet zo slim voor je veren. Ja, maar niet van zo'n hoog. Als je leven waardeert. Dat kan nog net. Wij gingen bijna fout. Is het zo? Oh! Dat ging best goed hoor. Scar meat. Interessant. Nou, volg ons naar het Blokkenpark. Sorry voor het afsnijden, meneer. Het is wel een beetje frisjes hier. Mijn raam is kapot. Waarom doet hij geen middelvinger naar achteren? Dat is nou jammer. Kijk jongens, ik heb een hele goede bumper. Hebben jullie het niet gezien? Hey, ik heb niks gedaan hoor Sam. Stop! Wat is dit dan? Hey. Hallo? Lig je lekker? Heerlijk. Is de ambu al gebeld? Ja, maar ze komen niet. Oh. Ja, ik zal u even overeind helpen dan. En dan kunt u even een kennis laten brengen naar een ambulancepost of zo. Want u heeft niet zo heel veel last, of wel? Nou, ik heb heel veel last van mijn rug.
Oh, dan is die zo slim om op te gaan staan, maar... Liever sta ik wel op, maar... Ik zou gewoon zo'n goed mogelijke melding doen, en dan... Ik heb gezegd van, hallo, ik ben Stan Pootje, ik lig bij de gevangenis, ik ben omvergereden, en ik heb veel last van mijn rug, en toen drukte ik gewoon op enter. Oké. Ja, ik zou gewoon nog een melding doen zo goed mogelijk, want dan reageren ze meestal wel. Dus, ja, ik ga in ieder geval weer vandoor, dus ik neem aan dat de politie ook snel te plaatsen is die u verder kan helpen. Kunt u mij niet brengen? Nou ja, ik kan u niet brengen, want ik heb geen verstand van medische kennis, dus als ik aan u ga zitten, dan kan het nog erger worden voor uw rug. Is niet erg, ik wil niet dood. Ik zie de fictieve politie al aankomen die je de weg afzet, dus wij gaan weer verder. Oké. Yo. Yo. Nou, meneer Sam, start even zijn Discord opnieuw op. Nou, Sam, als je dit hoort, ga je lekker verder naar Blokkenpark. Ik heb een Hey! Zo! Gekkie. Zie je niet vaak een PostNL guy in een fucking Ferrari? What the fuck? Ik haal hem gewoon in, pussy, hahaha, fuck you. Even uitkijken op de weg. Zo, de tering. Is hij nou gecrashed? Ik snap er geen reet van. Nou ja, we gaan verder. Kaas. Oh. Wat is daar gebeurd dan? Hè? Wacht, ik ga even straks omkeren hoor, want... Wat gebeurt daar dan? Allemaal rode auto's joh, what the fuck? Te hard rijden, anders is de politie weer boos. Ik zie ook allemaal ID's daar staan, what the fuck. Rijden, even doorrijden. Ja joh, Tijn, rustig. Is dit een car meeting of zo? What the fuck. Hè? Nou ja. Ik wens je veel succes. Tijn is ook gelijk boos, hè? Kan echt niet. Oh. Het ging bijna fout. Gas. Natuurlijk weer helemaal omrijden. Kut, sorry. Ik wel zo. Want ik heb geen zin om zo'n gevaarlijke actie te doen om midden op de snelweg om te keren. Dus dan doe ik maar zo. Yo, Sam. Ik zit nu heel even op mijn telefoon, want mijn Discord doet het niet meer of zo. Oké. Ja, echt heel weird. Nou ja, het geluid valt nog wel mee, dus... Dus dit wel de beste oplossing. Ja, maar ik zit nu met een oortje in mijn hoofd. Oh. En hoor me nu ook nog goed, of? Oh ja. Hoor je me anders? Ja, wel anders, maar is gewoon goed genoeg. Ja, weet je, dat komt omdat ik in één keer een koptelefoon over het oortje heen gaat.
Nou, even meeten bij Blokkenpark. Ja, ik kom eraan. Nee, we doen wel even tankstation zo met Blokkenpark, want dan kan ik gelijk even tanken. Oh ja. Gozer, mijn benzine is bijna leeg omdat ik in dezelfde auto rijd. Ik hoorde een geluidje. En ik weet niet wat voor geluidje dat is. Want wat voor geluidje hoorde je? Zo'n donatiegeluidje, dus ik ga even kijken. Oeh. Maar ik heb al geen donaties ingesteld, wacht. Dankjewel zo met Blokkenpark, want dan... Dat is cringe. Oh nee, het was gewoon een nieuwe abonnee, joh. Wacht, wat? Oh ja. Nieuwe follower. Nou, geweldig. Wat de hel is daar gebeurd dan? Daar is de rode gang aangehouden ofzo. Ik zet heel even mijn kop in voor. Ja, ik had dat net ook gezien. Ja, wat de fuck is daar aan de hand? Geen idee. En jij moet even stoppen met rijden, anders gewoon plezier te snel op. Oh, want het gaat natuurlijk tegelijk, of niet? Ja, het gaat tegelijk. Want ik had net gewoon 70. Maar toen ging jij rijden. Het is echt zo hard gebeurd. Nu is hij 22. Oh, nu is hij 29. Ben jij aan het tanken? Nee. Bij mij is hij nu en opeens 21. Dus ja, we brengen het samen omlaag, volgens mij. Dat is heel erg kloten, maar... Anders pakken we gewoon even onze eigen auto weer. Ja, dat gaat niet, ik zat op een min. Gun ik je monies? Ja, ga me 10k geven. Ja, moet maar, hè. Alles voor de livestream. Ik geef het wat met Ik geloof er niet veel van, maar... maakt me niet. Oh, en bedankt. Toch genoeg. Zo'n crimineel ben ik ook weer niet, hoor. Zo. Ik hoop niet dat de VR nu wegspant. Gebeurde er iets? Dat hij wegspant? Nee. Ja, ik had hem in de garage gezet. Ik heb hem gewoon... Dat is mooi. Ja, zeker. Volgens mij is mijn... Discord klaar met het datum. Zo. Zo, joh. Absorbing the content. Doe. Waar ben je mee bezig, joh? Vast. Gek. Echt, hè? Weet je wat ook leuk is misschien weer zo meteen? Carlo? Hè? Weet je wat misschien ook wel leuk kan zijn? Nou. Kan jij GTA Online spelen? Maybe. Ja, dat is ook wel grappig om te doen. Maar ja, even voor nu even 5M. Andere keer kan ook nog, hè? Ja. We hebben nog een hele vakantie voor ons. Eigenlijk niet. Het is bijna afgelopen, maar... Moraal nee, hoog houden. Ik heb gewoon nog anderhalve week. Ik. Kom toch niet ver. Kom hier. Ik was juist geardiend, ja, volgens mij. Wacht, nice. Wat is mijn ID? 9454. Jouw ID is... 454. Wie heeft mij gekild? Even kijken. Stan Prootje vermoorde Paium. Nou, wat een klootzak. Dan gaan we eens even hem spectaten. Waar staat hij? 518. Ja, what the fuck doet die gast? I don't know, man. Wat gebeurt er met de FPS trouwens? Dat weet ik ook niet. Ik ga heel eventjes weer naar een livestream kanaal via mijn computer. Carlo? Yo.
Hoor je mij goed? Dreamland, kan je mij heel even, kan je misschien heel even in dienst gaan of niet? Want, ik moet even dit snel oplossen, want die gast is echt een mogol. Mijn Discord loopt vast. Misschien moet ik gewoon mijn computer opnieuw opstarten. Misschien, hè? Misschien. Wat? Ja, misschien wel. Jij hebt mijn alternatiefs! Zou ik dat dan Jij kan gewoon met mij toe rijden? Ja, dat is zo, die guy sluit weg. Nou, wat gebeurt hier? Wat zou doen met je microfoon? Wacht even. Jezus, even niet je microfoon in je mond douwen, jongen. Oké, lieve kapot. Nou. Is niet normaal, jongen. Hey, dit is rustig aan. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Ik word ineens op elkaar gemapt. Ik kan het nergens op slaan, dit eigenlijk. Dat is natuurlijk weer via... Kut. Stan. Hallo. Ja? Ja, ik zit nu weer op mijn telefoon. Nou, dat kind heeft even twee waarschuwingen, dus hij krijgt ook een ban. Toppie. Fixen we gelijk ook even die ban. Wacht, ik ga Django weer even over spreken. Ja, het is kut. Ik ben natuurlijk aan het livestreamen. Even kijken. Mm-hmm. Ik spreek Django weer later wel over, want die gast heeft ook vandaag een fucking unban gekregen. En gaat hij zo kut doen. Wat een klootzak. Nou. Wat? Nou, dan kunnen we weer verder met... met de livestream. Nou, waar ben je, jongeman? Waar ik ben? Ik ben nergens. Hoezo nergens? Ik heb mijn game nog niet opgestart, anders zit iets geks boven mijn beeld. Oef. Ik ga vast even money pakken. Wat ga ik doen? Nou, het wordt meer een staf livestream. Even kijken wat de Parikits Camilio is. Nou, is toch ook leuk. Ga achteraan, ik moet zijn ID weten. Ja, je mag wel even hard rijden als je wil. Vijf, één, vier. Die gast is te klos. Zo, waar zijn we mee bezig, jongeman?
Hallo. Hallo. Graag antwoord. Hallo meneer Eclipse, kun je even antwoord geven op mijn vraag? Hoort u mij niet? Hallo? Ik hoor je nu wel. Oké. Okay. Oké, kijk. Ik had die auto gepakt en toen zei iemand dat het niet mocht, dus ik ben niet gaan brengen. Of ja, ik wou dat doen, maar nu sta ik hier. Nou, je reed vol gas en reed dan gas een gek, dus vind ik een beetje onzin. Ja, wat ik wou het terugbrengen. Ja, dat is onzin. Kan ik nog terug wandelen of hoe zit dat? Wat? Mag ik terug wandelen of niet? Nou ja, ik ben nu eerst even in gesprek, want het is een beetje onzin dat je eerst de politieauto pakt, iemand geeft aan dat je er niet in mag rijden, en dan ga je daarna vol gas wegrijden. Nee, ik ging niet terug naar het politiebureau brengen. Ja, maar diegene was toch duidelijk, je mag er niet in rijden, waarom rij je er dan alsnog in? Ja, moet ik dat niet terugbrengen dan? Nou, je kan hem toch neerzetten en dan... Ik kan vriendelijk zijn en die... Je kan hem toch neerzetten ja, en dan de politie bellen? Ik vriendelijk terugzetten. Nee, sorry, ik wou die vriendelijk terugzetten voor jullie. Nou, wordt geen waarschuwing, maak er gewoon een aantekening van. Dus dat heeft geen gevolgen op dit moment. Dus als je het dan nog een keer doet en ze zien erin staan dat je het eerder al gedaan hebt, dan krijg je wel een warn. Hallo. Dus dan weet je dat. Ja, Sam? Ja, ik ben eerlijk. Wat ben je nu aan het doen dan? Oh, even iemand een aantekening aan het geven. Nou, dan geef ik je die aantekening en dan... gewoon niet meer doen. En dan wens ik je nog een fijne dag. Dankjewel. Hetzelfde. Thanks. Even naar het admin panel. Iedereen geeft ook even een sub, want dit is high quality content. High quality. Catching the bad guys from Roofrain. Nu nog een keer ingaat, hè. Had hij echt een probleem. In principe ga ik niemand reviven, maar ik weet niet of het Floris actief is. Waar is het ook alweer? Volgens mij daar. Kijk je mijn livestream? Nee, ik zit te fixen. Ik zie het ook. Die spannen bij dit ding even. Als je het gefixt hebt, ga ik nu even nog verder met staf. Eeuw.
Even noodclip. Hoe sta ik? Ik kan het echt niet besturen. Ik probeer nu te fixen, maar ik denk niet hoe het is. Mens TV was het toch? Even kijken. Ja. Bedankt. Alsjeblieft. Nou, is het ook weer gefixt? Uiteindelijk wel even gebruiken om naar de stad te gaan. Ja jongens, dit kan allemaal. Weet je zo'n ambu die daaruit? Ja jongens, we kunnen ook eens een keer de onderkant van Ruveen zien. Nou, we zijn weer op locatie. Even kijken of er al mensen zijn die iets gezegd hebben in de chat. Want ik zie de chat uit het moment niet. Wacht. Anders maken we er gewoon even een livestream van. Waarvan we even gaan staffen. Dat is ook wel leuk, joh. Even kijken. YouTube Live. Ja, ik heb echt die link niet van. Even kijken, misschien zit het nog in mijn kanaal dashboard. Ik heb geen idee waar ik die naam kon aanpassen. Even kijken. Good. Oké, volgens mij heb ik het gevonden. Lekker stoffen op. Nou, lekker stoffen. Geweldig. Nou, dan gaan we dat even doen. Oké. Nou ja. In ieder geval, ik ben moderator, dus... Ik weet niet of het eerder is gebeurd dat er een kijkje achter scherm is gegeven bij de staf van Ruveen. Nou, als dit de eerste keer is, dan bij deze. We gaan even een spectate rondje doen. Kunnen we even bekijken wat mensen allemaal doen. Of ze niet verpen of wat dan ook.
Deze gast is lekker onder de map aan het vliegen. Ik neem aan dat hij dood is, dus dat moet wel goed komen. Max. Even kijken of hij niet heel hard rijdt met het weer. Ja, dit is wel iets te hard. Tja, het is best hard aan het regenen, dus dan zou het een beetje raar zijn als je zo hard ging rijden. Ik ga even aankijken of hij verder nog wat doet. Maar anders laat ik het wel even gaan. Carlo. Ja? Ja? Waarschijnlijk is het nu als ik vind dat ook geen lag meer, hè? Oké. Okay. Dus op één gek virus of zo moet ik het goed hebben. Oh. Dat is. Maar die heb ik als het goed is kunnen verwijderen momenteel. Oké, okay, nice. Ik heb ook eens een keer Trojaanse paard van mijn computer gehad. Oh, heb je geen beveiliging, virusbeveiliging? Jawel, jawel, maar die heb ik altijd uitgeschakeld staan voor beveiliging. Oké. Okay. Maar hey, ik weet niet of je dat virus, die virus kent. Wat? Of je dat virus kent die ik opnoemde? Trojan. Ja? Ja, dat is wel een bekend virus, ja. Dat is het meest erge virus die je kan hebben op je computer. Ik had er daar 6 van op mijn computer staan. Nice. Ik heb hulp gekregen van iemand uit de Discord, ik weet niet meer wie. Oh, show dat naar hem als je nog live bent. Vast wel. Ben je nog live? Ja, zeker. Echt, jongen. Oh, hij zei ook, als jij een paar dagen later had gezegd, kon je computer weggooien. Oh. Zo erg was het. Nou, ik ga even iemand aanspreken. Even stil zijn. Ik denk dat ze dat ook wel leuk vinden. Hallo, meneer. Gewoon een staf. Hallo. Waarvoor denk je dat ik je aanspreek? Ja, voor mijn snel rijgedrag. Ja, het is eigenlijk te snel voor dit weer. Want het regent echt pijpensteden, dus normaal gezien... Zijn met zulke snelheden al lang uit de bocht gevlogen zijn, maar aangezien het GTA is dat wat minder erg. Maar let er even op dat je snelheid wat minder is, zodat het wat realistischer is. Oké, ja, snap ik, sorry. Ik ga er ook niks over zeggen en ik zag je ook even een stukje over off-road rijden. En het is niet lang geweest, maar daar reed ik wel wat snel over, maar daar geldt hetzelfde voor. Dat offroad kan je met zo'n auto gewoon niet heel hard. Kan wel hard als je gewoon een offroad auto hebt, maar niet gewoon zo'n normale burgerauto, zeg maar. Dus ja, nee, daar wou ik even op aanspreken. Maar voor de rest is alles goed. Dus dan fijne dag. Oké. Dank je. Hebben we dat ook weer gehad? Ik peren bij gewoon. Oh, dat kan ook. Ja, nu sta ik wel 1000 in de. Waar gaan we naartoe? We gaan naar een stripclub, kom maar. Oké, dan zal ik. What the fuck, er rijdt hier iemand gewoon. Vol gas over fucking alleen zijn wieltoppen. Ik bedoel zijn velgen. Nee joh. What the fuck? Dat waar ben je mee bezig? Weet ik ook niet. Want je reed echt vol gas gewoon met je alle banden eraf en je reed net ook iemand aan en je ging gewoon verder lopen alsof er niks aan de hand was, dus... Nee, dat was ik niet. Ik kom hier iemand ophalen. In ieder geval vind ik het wel een war en waard, dus die ga je ook wel krijgen. Volgens mij snap je zelf ook wel dat het niet kan. Ja, ik heb mijn game weer opgestart. Oké, ja. Ik snap het wel. Nou, dan ga ik dat even doen en dan hoop ik dat je het niet weer doet. En dan wens ik je nog een fijne dag. Ja, ik zal het niet meer doen. Oké, top. Later. Doei.
Ik weet niet of de livestream kijkt, maar what the fuck. Oh, ik ga even kijken, ja. Maar mijn Discord lijkt in ieder geval tot nu toe niet meer. Even afkloppen. Dat is mooi. Ja, ik kan die zo snel doen als ik wil. Is dat de persoon die aan het spectaten bent? Ja, dat is goed is wel. Ik had die, ga ik nu een waarschuwing geven. Kijk, die zonder velgen. Ja, net wel ja, als je even terugscrollt. Boy, je hebt veel geld. Oh. 406.000. Maar hoe rijdt ze nu dan? Ja, nu zit hij bij iemand anders in de auto. Oh. Uit dienst eigenaar. Ben je eigenaar? Carlo. Ja, ik heb die... ik heb die rank... Even zodat ik mensen kan promoten in AWB. Moet nog gefixt worden dat afdelingsleider dat ook kan. Ja, is wel. Ja, die gast krijgt dus een ban. Het heeft 3 warnings. Het zegt hij. Een ban voor Gello. 3 rounds. Maar via waar van je hem dan? Het is zo'n website en daar, via daar kunnen we al die... Panel. Ja. Aha. Auto rookt. Hallo? Wat is er aan de hand? Politie, ja, we hebben hier een van onze vrienden die keihard aan het VLP is. Oké, wacht, ik ga even TP. Hij rookt zwaar. Het is Black Scorpion, maar hij rookt kapot hard. Dus zijn auto is zo meteen naar de pleuris. Auto, ik heb fucking ja, auto is gestopt. Persoon neergeschoten over. Ja, positief. Ook een met. Liggen blijven. Je bent geraakt door meerdere kogels. Liggen blijven. Negatieve zijn niet beschikbaar over. Hey, ga eens liggen. Zo rent met een mes op me af. Ja, mij ook. Maar hij ligt niet. Door de vuur te passen. Hey, ga eens liggen. Dank je. Persoon ligt op de grond over. Mes gedropt. Mes is nu in beslag genomen over. Ja, blijf mij even liggen. Zo rent er vandoor, gaat mogelijk van de brug afspringen. Nee, komt op jou af. Staan, komt op jou af. Pas op. Ik heb hem geraakt over. Ik heb hem in het been geschoten. Hey, liggen blijven. Liggen blijven. Hey, je bent geraakt door meerdere kogels. Liggen blijven. Staan blijven nou! Oh. Kijk uit voor die vrachtwagen. 2 man neer, over. Ambulance erbij halen. Ik heb in magazijnen geschoten, dit hier. Ja, ik ook bekend. Ik weet niet, ik kon eten.
Hoe de fuck konden ze dit volhouden? We kunnen niks afzetten, want we hebben één auto en het is eenmaal eenbaans. We hebben Floris. Nou, Floris, twee man schotwond. Nou, die andere heb ik wel vijf magazijnen op neergeschoten. What the fuck? Deze man kan echt om aflopen. Ik heb 3 kogels geschoten. Dit zag. Wat is er? Hi, je mag Rens J in training gaan geven. Oh, ik zit nog 5 in de wachtrij. Maar dat mag niet. Oh, 3. Ik ben wel live op dit moment, maar... Nee, dat is geen probleem. Dan kunnen ze ook eens kijken hoe dat gaat. Als je dat wilt, trouwens. Ja, kan wel. Ja? Lachter. Voorbeeldfunctie, alles. Tuurlijk. Oh, kijk die bom. Okay, maar wat was je net van VRP dan? Ik zal het je even uitleggen. We zaten achter het voertuig. Wat ik heb gezien is persoon die crasht ineens vol tegen, zeg maar, die gaat van de weg. Hij gaat naar rechts, maar hij haalt de bocht niet. Dus hij crasht denk ik met een snelheid van rond de 80 à 90 km per uur. Crasht tegen een bord aan, langs de kant gewoon een bord. Dus technisch gezien zou je dan eigenlijk gewoon of bewusteloos zijn of gewoon je auto totaal los zijn, zeg maar, met die snelheid. Kan hij gewoon vol tegen de kant aan. Alsnog draaide zich om. Volgens mij daarna nog een keer ergens tegenaan gekregen, naar vangrail. Daarna is nog 2 keer vol achter op een auto geklapt. Dat is dan elke keer maar door blijven rijden. Ja. Ja, volgens zijn hero schiet ik de persoon in het been, want hij hem afkwam met een mes. Staat hij gewoon op en rent hij nog een keer op me af. Dan die schot op deze. Dus dat is veel RP aan deze mensen. Voornamelijk dat rijden, dat is de Menace Scorpion Hero. Ja, ik denk dat ik aantekening gegeven voor het doorrijden. Maar voor dat been... Ja, ik denk wel nog dat... Ja, moet je wel goed tegen pij kunnen, maar ik denk dat als één been dan nog werkt, dan kun je misschien nog naar die toestrompel ofzo. Ja, maar dat is natuurlijk geen sprintje. Ja. Ik denk sowieso, maar als daar spreek ik hem dan wel verbaal op aan en dan ja, okay. Voor de aantekening. Is goed. Maar welke gast reed dan? Scorpion. Black Scorpion. Oké. Okay. Hi, Kaya. Hoi. En Bo, het heeft gewerkt, hè? Hallo meneer, je kunt hem mij wel horen. Ik kom net iets te laat. Achtervolging gehad, meerdere schoten gelost. 2 personen neergeschoten. Achtervolging van circa 10 minuten. Ja, goed, ik ga eventjes mijn slot ronde tellen die, of in ieder geval ik ga dus... Oh, nee, ik dacht dat tellen die ik zelf heb geschoten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik heb er 3 geschoten. Black Scorpion, jij reed in die... camper toch? Snel weg. Klopt voor de helft ook niks van. Weet ik eigenlijk niet. Want ik sta niet hoor, ik kan of mijn privévoertuig pakken, of ik kan... Nou, wat je even mag doen, dit is even buiten roleplay. Dus je mag even serieus antwoorden. Wat? Ik sta op Rito, moet ik mijn privévoertuig pakken of hou jij hem op? Nee. Ja, maar red je erin of niet? Ze hebben mij in voertuig. Ja. Oké. Pas op vakantie. Ik wil mijn privévoertuig. Dan weet ik kom via de rechterkant. De roleplay kan hervat worden. Nee, waar staat via legerbasis. Wat zei u? Nee. De roleplay kan hervat goed, worden. Meneer. Heeft u nog gevoel in de been, meneer? Hallo? Ja? Toch, ik moet doen... Kan jij politievoertuigen inspannen? Misschien. Normaal geschoten op ja, een... Ja, want mijn, hoe heet het? Mijn politievoertuig is op een of andere manier, gone. Ik weet niet waar die is. Hij is even kijken. Wat is nog goed? Kan je niet ook eentje van mij inspannen? Hoef niet een tip te pakken. Die zie je niet. Ach, wat? Pak om. Jij bent bij. Jij bent bij het Stan, toch? Ja, ik ben bij Stan. Maar... Okay. Heel eventjes buiten de rol. Ik ben een beetje voorzichtig, best wel langzaam. Maar wat was er nou? Is jouw voertuig ook weg? Zie ik weten. Hey, we hebben hier lekker zwart geld liggen. Hallo. Zo. Dat is wel veel.
Godverdomme, Carlo, die vijf mensen. Ik word fucking met één klein tikje geraakt. Nou, hier is je auto. Carlo. Dankjewel. Ja? Carlo, help me. Waar ben je? Ja, ik lig op de grond. Ik word met een klein tikje geraakt door vrachtwagen en ik ben er gelijk weer kapot. Wat is jouw ID? 5-6. Stansen zijn eigenlijk gewoon dood. Behalve die van jou. Nee, ik heb hem in de been geschoten. Ik ben nog netjes. Ja, ik was ook redelijk netjes, maar als hij met een mes op mij komt af te lopen en hij schiet hem al op die gevaarlijk. Ik schiet hem in de been, ja. Hij loopt met een mes om af, dus hij is geen directe dreiging voor mij. Nee, want bij jou liep hij op je af, het was voor jou geen direct kijk, maar voor mij liep hij zeg maar op mij af en hij trok zijn mes. Mijn liep met een mes op mij af, hè? Hij rende op me af met een mes. Toen heb ik hem helemaal gewaarschuwd en toen heb ik hem in de been geschoten. Carlo. Ja? Misschien dat je meer AWB moet gaan aannemen. Er is in totaal nu 11 ambulance of zo en 5 AWB. Well, AWB is nooit online, echt nooit. Ja, ja, Daar heb ik een trucje voor. Gewoon een pion plaatsen onder die auto. Negeer die dubster even iets voorbij rijdt. Hoezo doet hij, wat doet die dubster dan? Hij rijdt een beetje te hard. Ja, nou niet te hard, hij rijdt op jou. Maar mijn man is... Maar je wou toch een auto bo? Ik ben nog niet langs, Jui. Wou je nou een auto bo of? Nee, ik heb hem dubstaal gepakt. Ik heb hem even naar bij. Oké. De dubstaal komt nog langs rijden, hè Stan? Die heb je nog niet gezien. Stan, ben je lekker aan het instappen? Instappen? Ik zit in de dubstaal. Oh, het gaat over een andere dubstaal. Die nog voorbij komt. Als we nou die weg eens kunnen afgesluiten. Nee, ik moet er nog langs. Ik heb het heel apart vind, omdat wij zo lang moeten wachten op een ambulance. Dat vind ik echt. Ja, er zit ook een auto te kopen. Die is net gejoined. Deze jongen, die is... eigenaar van de AWB aan het zijn. Am in-game. Wat is dit dan? Voor achternaam, wat is dat in-game? Ja, zo, alleen dan die E zonder hoofdletter. Oké, ja, dat was wel een beetje vervelend. Ja, maar is het... Want ja, ik dacht namelijk dat jij... Oh ja, oké. We hebben al iemand anders die MM heet, dus we noemen jou dan maar gewoon Milan, oké? Zo noemen we... Maar dan moeten we zonder je achternaam. Ja, is dat goed? Of je doet MME. Gewoon... Ja, zoiets. Want als politie namelijk de chat terug kan lezen, dan hebben ze geen direct bewijs wie het is. Dat was een beetje het idee. MIM, weet het ook niet echt, denk ik. Ja, we kunnen wel. Ik verzin wel even iets. Oké, ik vind het zo. Oké, dus telkens als ik je een taakje geef voor iets, voor bijvoorbeeld informatie over iemand vermoorden of drugs halen bijvoorbeeld, dan krijg je een leuk bedragje als je klaar bent. Dat is hoe het werkt. Oké, en dat krijg je dan in die chat. Ja, je krijgt alles te horen in de chat. Ik weet niet of je al een keer een... Oh, hallo meneer Speklab. Hallo. Ja, dit is onze andere leider. Hallo. Hey, meneer Speklab, dit is ons nieuw persoontje. Sorry, wat zei je? Dit is onze nieuwe persoon. Hij heeft mij even gegeven toen ik dood was, dus... Ja, oké. Je wordt aangesproken. We noemen hem zo wel. Oh, bye hem. Ik weet niet waarom een app me niets had mij gevraagd, of moderator. Oh, happy. Dat is wel een goeie. Hoezo praat ik OOC in voice chat? Wat bedoelt hij nou eigenlijk? Out of character, dus misschien heb je iets gezegd wat je niet in de roleplay hebt mogen zeggen. Ik heb geen idee wat ik dan moet hebben gezegd, maar...
Volgens mij heb ik gewoon volledig normaal gepraat, maar oké. Ja, het zal wel. Ik weet niet, hebben jullie iets gehoord wat niet te... Ja, oké, maar bij hem, anders snapt hij toch niet. Nou ja, oké. Bij deze zal ik het niet meer doen dan, maar... Oké, het is wel een beetje... Ja, ik bedoel, het moet een beetje duidelijk zijn, hè? Ja, maar... Nou ja. Wat zullen we er eens van zeggen? Oké, komt goed. Bij hem. Nou, dan ja, bij jou, jouw naam is dus nu even Happy, dat is even makkelijker bij deze. Nou, we hebben allemaal criminele zaken tegengekomen, maar dat is een aandachtspuntje. Ik ga even kijken wie op mij gesubscribed is. Even kijken. Dat abonneerding, hè? Wat is er mee? Ik weet niet waar je het over hebt, Sim. Maar even kijken. We gaan even een training geven aan iemand voor de AWB. Dus. Als je wordt gekikt of zo, dan ben Hallo. Ik hier. Carlos Raddy. I guess. Nee, niet I guess. Is you are ready or not? Ja, yeah, I'm very ready. Hey, Carlo, can you please look if someone is AFK or something? Because I'm in the... I am in the... How do you say that? The file. Toch jongens, jezus. Yes, jezus. So I'm in the file with the car. So... Ik ga al die mensen van 12... Al die sollicitaties van die mensen van 12... Die gaan verlegd worden. Jij ook, Heeft hier niet een beetje koud? 17, Rek is 17. Wie is Rek? Appala. Nou ja, wacht in ieder geval op de politie, ik ga door. Appala. Appala. Hey, iemand moet even gekikt worden of zo uit de wachtrij. Pik, iemand moet even gekikt worden. Oké, jongen. Gewoon iemand die ziek GTA draait. Ik vind het echt zielig. Ik vind Alex echt zielig, Carlo. Alex? Alex de Leeuw, bro. Nee, Alex. Gewoon Alex, gewoon. Bas de Groot in game naam. Hij is echt zielig, hij heeft gewoon geen baan meer. Hij wachtte ook bij de ANWB en hij was afdelingsleider. Toen ging hij naar de ambu, de buur. Ja, en toen was hij eigenlijk heel. Ja, ik ben aan het inladen en surfen nu. Oh, dictering. Ben je aan het joinen? Ja. Ik ben aan het joinen. Ik wou baan in wat kicken, liggen. Even snappen, zeg dat ik veranderd ben. Thea deal, wie is dat? Me gaming. Ja, maar weet je wat het is? En nu gaat hij helemaal janken over dat ik weg ben gegaan bij politie. Maar ja, dat had fucking verschillende redenen. En als die... En als hij daar... What the fuck, kijk. Wat? Nee, maar als daar geen verandering in wordt gebracht, dan kan je wel verwachten dat mensen weggaan, toch? Tenminste, ja. Dat klinkt voor mij vrij logisch. Ik bedoel, je kaart een probleem aan en vervolgens wordt er niks mee gedaan. Ja, misschien wordt er wel wat mee gedaan en zien wij dat niet altijd, maar wij worden er ook niet van op de hoogte gesteld. Ja, ik ben nu in game. Carlo? Ja. Waar ik ben. Ik sta bij het politiebureau nu, denk ik. Ja. Wat Carlo? Is er, Quinn? Ik zal even je chat laten. Wat gebeurt er dan? Nee, dat was iemand zelf promotie aan het geven. Daar ben jij toch voor? Ja, nee, maar ik was even eten net. Oh. Nou, Sam, doe je ding. Stop! Move your niggas. Kut. Ik kom nu naar AWB. Goed zo. Nou. Dan gaan we de jongen even een mooie training geven.
eerst even wat get rid of some shit, you know? Nee, gewoon even hierin komen. Ja, dat doe ik ook. Let's go to the ANVB. Weet je ook weer. Toxic. Oh, daar stond je. Fuck! Ik ben hier voorbij gegaan. Ja, reed jij niet witte Porsche? Nee, dat is koud. Ik ben ingehuurd door Meccano. Nee. Nou, dat wou ik nou doen. Oh. Maar ik kan het nu ook gewoon via een commandant, hè? Ja, weet ik. Dat is wel chill. Het is fijn dat je het zegt. Dat is wel lit, man. Ja, toch. De taule. Yes. Toxic. Doe niet zo toxic. Even kijken, waar parkeer ik mijn auto? Gewoon hier. Dat's... Maar Carlo. Ja. Yeah. Yeah. Can you do this? Kut. Wat heb je nou weer gedaan? Och, ik weet, je kan ook niks hè. Nee, ja. Hier waar, ik ben er. Hij kan, zeg maar, heel veel in kantoor niet joinen. Dat hoort toch? Nee. Wat is het? Kleding moet je hier nee, kleden? Nee, dat gaat Carlo uitleggen. Doe maar even kleding aan. Dat kan je best wel. Ah, hier. Boy, kijk mijn Carlo hoofd. Ik weet misschien niks anders. Oké, ik ben er klaar voor. Hebben we geen patch of zo? Nee. Nee. Kan je wel opdoen bij de shop. Maar... Carlo. Carlo. Ja, ik moet even snel naar Bo en dan ga ik training geven. Carlo. Ik moet trouwens wel even zo meteen langs de winkel dan, want ik heb nee, je moet helemaal niks. Als je die training hebt gekregen, mag je dat doen. Ja, als ik dan nog niet dood ben van de honger. Hallo. Hi, Brian. Oh, je bedoelt naar de winkel voor eten? Hi, Carlo. Oh, hier. Alsjeblieft. Nee, kut. Ja, precies. Ah ja, toch. Ah ja, waarom heb je een beenholster? Omdat ik pauw pauw. Nieuwe bericht van Meccano. Ja, dit zijn normaal dingen. Maar... Ik was rustig aan het rijden, opeens staat er een auto op de weg. Ewa, jongens, ik wens jullie nog heel erg veel succes en dan hoor ik het wel. En trouwens, Rens, je roepnummer is... Saas. Saas. Saat, wat? 3... 26. Saas. 3, 26. En hoe... Oh, WW, 3, 26? Of niet? 3-26. Gewoon streep ANWB. Nee, wacht. Balkje ANWB streep 3 26. Weer een balkje. Ja. Spatie. En dan Rens. Spatie J. Punt. Zo goed. Even kijken hoor, jongeman. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Nee, mooi stropdasje, man. Ja, toch. Ja, dat komt door die fucking. Doordat die kleding die ik als burger aan heb, blijkbaar blijft dat staan. Nou ja, maakt maar niet veel uit. Ziet er wel nice uit. Even snelle plangen opzetten. Oh, die heb ik bij me. Jammer. Zo. Oei, joh. Die had trouwens wel echt mooie haren, man. Voilà, echt hè. Hele mooie die... ding. Pauw, en ik uit de lucht. Oei, joh. Is het bijna hoe jij uit de hemel viel, of niet? Dit is ook een ANWB hier zo te zien. Nou, ik ga even die handleiding bij de pakken. Deur bij pakken. Hoort dat menu links te zitten? Die F6 menu? Of kan ik die verplaatsen? Wat? Hoi. Het hoort links te zitten, ja. Hallo meneer met een heel mooi colbertje aan. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het vandaag met u? Ja, hartstikke goed.
Dat was random. What the fuck? Ai. Dit is beter. Hoor je me of niet? Ik hoor je, ja. Zeker weten. Zeker weten. Jij denkt, kut, jammer genoeg. Echt. Nou, die geweldige handleiding die ik gemaakt heb, pak ik er even bij. Wajo. Sterk. Huts, het is wel druk met meldingen, of niet? Shoots. Gewoon allemaal negeren, dan valt wel mee. Oh, ik probeer het. Ik hoor op het drankje. Ja, het is wel druk, man. Bij AWB. Nou, dan gaan we even beginnen met de training voor deze jongeman. Hoi. Goeiedag. Hallo. Dus jij wilt getraind worden tot monteur? Ja, dat wil ik. Nou, oké. Nou, dan kom even mee. Gaan we even naar deze mooie cirkel kijken. Ken je deze cirkel? Ja. Nou, er zit hier zo'n knopje en dan leg je je vingerafdruk op en dan ben je ingeklokt. Oftewel, je gebruikt je E-spier om in en uit te klokken. Dus dan, ja. Nou ja, als je in dienst bent, dan zijn er een paar dingen waar je aan moet houden. Je mag geen andere dingen doen, zoals even naar de car dealer gaan om een auto te kopen, even een andere auto te rijden. Of money farmen, dat soort dingen. Of door rood rijden. Je moet altijd je kleding aan hebben. Ja, je moet gewoon professioneel gedragen. Dus als je in dienst bent, moet je gewoon, nou ja, gewoon professioneel gedragen. Want ik ben natuurlijk wel. Ja, je hebt natuurlijk wel de kleding aan van de ABB. Dus als je gek gaat zitten doen in die kleding, dan denken mensen van wat is dat nou weer voor raar bedrijf. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus, de meeste dingen spreken voor zich. Nou, buitendienst mag je sowieso ook geen misdrijven meer plegen, als je dat nog wel gaat doen. niet van, ben ik niet van plan, maar. Oh, gelukkig. Verwacht ik ook niet van jou hoor. Natuurlijk wel echt een voorbeeldige kandidaat. Maar in ieder geval. Je mag dus geen auto's stelen, dat soort dingen, mensen vermoorden. Je mag wel in principe door rood rijden en te hard. Maar laat het niet zo gek worden dat je rijbewijs wordt ingevorderd. Want dat zou ook kut zijn. Want dan kan je natuurlijk niet meer je werk doen. Nou ja, je start in principe, in het begin start je als stagiair. En dan blijf je dat ongeveer een week. Ligt eraan. Hoe snel je alles oppakt. Dus ja, hoe meer je online bent, hoe sneller je alles oppakt, hoe sneller je ook monteur bent. Nou ja, als je monteur bent en je zit er een tijdje bij en we zien dat je gewoon heel goed je heel goed gedraagt en je snapt alles goed, dan dan kan je hoofdmonteur worden. Nou, als je dan nog verder wilt gaan en je hebt echt de capaciteit in je om afdelingsleider te worden, dan kan dat natuurlijk ook altijd als die plek vrijkomt. Dus dan heb je daarna nog eigenaar. Dus het systeem in de wegenwacht is eigenlijk heel simpel. Nou, om even monteur nog toe te lichten. Monteur kan je worden door een opzoektoets af te leggen. Alles wat in die opzoektoets voorkomt, dat kan je dus gewoon tijdens de toets vinden in de handleiding. Daar staat alles in wat je moet weten. Dus ik raad je ook aan na deze training om alles nog even door te lezen in de handleiding. Dus dan hebben we dat ook weer gehad. Nou, zoals ik net al uitgelegd had, daar is de cirkel om in en uit te klokken. Nou, als je dus ingelokt hebt, dan heb je al
op dit moment wel de kleding aan, maar dan moet je eerst de kleding aan doen. Nou, hier heb je het wegwegminuutje. Bovenaan heb je voertuiglijst. Dan heb je werkkleding, burgkleding, equipment pakken. En de rest, maakt niet zoveel uit, hoef je niet op te letten. Nou, voertuiglijst. Je mag op dit moment als stagiair, maar je gaat alleen maar in de Mercedes Vito rijden. Voor de rest hebben we nog een normale flatbed en een flatbed 2.0 die gereedschapskoffers heeft. Dus daar mag je nog niet in rijden, dat mag alleen pas vanaf monteur. Dus stel voor je hebt een melding en er is een flatbed nodig, dan roep je een collega op die er wel in mag rijden. Is het nou... als dat in ieder geval is? Ja, dat ga ik net uitleggen. Okay. Dan moet je zoveel mogelijk zelf oplossen. Dus stel voor iemand moet afgesleept worden, want zijn auto is te erg beschadigd om ter plekke te kunnen repareren. Dan doe je gewoon een roleplay dat je een spanband aan zijn auto vastpint. En dat je dan dat die persoon dan even erachter moet rijden en dat je dan zo naar de AWB rijdt. Moet je gewoon even een oplossing voor vinden. Of als er een auto op de weg staat, dan zet je die gewoon even tijdelijk aan de kant. En dan zeg je dat er fictief een AWB'er die opkomt te halen met de flatbed. Dus probeer zelf gewoon zoveel mogelijk oplossingen te vinden om het op te lossen als er geen collega is die flatbed mag rijden. Mm-hmm. Dus, nou ja. Je kan in ieder geval de voertuig pakken. Als je een voertuig pakt, dan spant hij buiten. Zorg altijd dat er niet iemand staat op die plek dat als je hem spant, want dan gaat het helemaal in elkaar beuken. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nou, als je klaar bent met je voertuig, moet je hem altijd terugzetten in de cirkel. Dus daar buiten de cirkel. Ik zal even een voertuig inspannen. Dan moet je even naar buiten gaan. Dat blijf ik hier even staan en dan kun je ook gelijk zien waar hij spant. Ja, die spant hij dan dus. En dan is hier de cirkel waar je alles in kan zetten. Nou, als er bijvoorbeeld een auto is die afgesleept moet worden, dan zet hem daarin en dan gaat hij naar de impound. Dus je hoeft hem niet letterlijk naar de impound te brengen een auto, maar gewoon daar in die cirkel zetten. En als gewoon je auto gebeukt is ofzo, of wat dan ook, moet de auto weggehaald, dan zet je hem gewoon daarin en dan kan je een nieuwe auto pakken. Dus dat is eigenlijk heel dat minuutje. Dan gaan we nu even verder. Moet ik weer even snel een auto pakken, ik blijf voor buiten staan. En dan pak ik even weer de Vito. Waarvoor was deze cirkel hier rechts? Ik weet niet of je daar nog wat over wou vertellen, maar... Deze cirkel... Ik heb eigenlijk geen idee waar die voor dient. Dus iets met dingen maken of zo, geen idee. Gereedschap maken. Of je niet op te letten. Maar stap maar in. Dan laat ik je even zien hoe het systeem werkt van de ELS. Je hebt bij de politie gezeten, dus waarschijnlijk weet je het al, maar Q is gewoon voor de main lampjes. U is voor diegene achterop. En dan kan je ze ook nog tegelijk aanzetten, dan heb je de lichtshow. Dus de voorkeur is gewoon Q, want die is het meest zichtbaar. Dus die kan je altijd gebruiken. Nou, stel voor je staat gewoon langs de kant van de weg in de bebouwde kom. En je wilt niet zo'n... je wilt niet van die felle lampen continu aan hebben staan. Dan kun je gewoon die U gebruiken. Dan is het ook duidelijk genoeg. Dus dat is dat. Ja, nou, precies. Ja. We hebben ook werkverlichting. Dat is al het punt. Maar momenteel veroorzaakt dat lek in de server. Dus dat moet je eigenlijk niet gebruiken. Dat, ik kan het wel even laten zien, dat is dat gewoon zo kan besturen, maar dat zie je zelf niet. Als jij even in een bestuurdersstoel gaat zitten. Ja, ik weet wat het is. Oh ja, oké. Nou ja, het veroorzaakt lek, dus zelf niet gebruiken. Ja, precies. Ik kan het zeggen, vorige keer werd ik daarop aangesproken door hogere heren. Nou ja, dat is dan het voertuig. Je hebt natuurlijk ook achterop, heb je nog een kofferbak. Nou, daar pak je in principe je spul uit. Bijvoorbeeld pionnen en een gereedschapkist. Nou, dus voor de roleplay altijd, voordat je, ja, in je werkhandschoenen natuurlijk. Voor de roleplay altijd, voordat je een voertuig gaat repareren, moet je eerst naar de
kofferbak gaan, hem open doen en dan doe je slash me bakt gereedschapskist. Dat moet altijd en dan kun je even naar F6 gaan, dan leggen we het gelijk uit. Dan kun je gereedschapskist pakken klikken. Dus nadat je slash me pakt gereedschapskist gedaan hebt, ja, doe maar even. Nou, dan ga je naar het ongeval toe. Nou, dan haal je hem weg met E of je klikt nog een keer op gereedschapskist pakken. Dan is die weg. En dan ga je naar object spawner. En dan zet je hem op de, zo op de grond. Nou, dan is hij in ieder geval neergezet. En dan kun je het voertuig gaan repareren. Nou ja, dat is dus een stukje van het even het aandachtspuntje. We gaan zo later nog verder erop in wat de stappen zijn. Maar we gaan eerst even naar het F6 minuutje van de ABB. Nou ja, ik ga even langs alle kolommen. Factuur sturen, dat is dus als je factuur wilt sturen, zorg dat je voor de factuur bij het persoon staat die dichtstbij staat. Dan, daar stuurt je hem naar. Nou ja, je hebt al boetes gestuurd, dus je weet waarschijnlijk hoe het gaat. Dan heb je voertuig openbreken. Nou, als bijvoorbeeld een voertuig van een persoon op slot zit of je krijgt je eigen voertuig niet meer open. Dan gebruik je voertuig openbreken. Dat geeft gewoon animatie. Moet je even bij de deur gaan staan voor de roleplay. En dan breekt hij hem open. Als het bij de eerste keer niet lukt, gewoon nog een keer proberen. En dan is het waarschijnlijk opengebroken. Nou ja. Ik zal gelijk uitleggen. Je hoeft hier voor de factuur niks voor te rekenen. Via alleen servicekosten voor te rekenen. Want het is eigenlijk een heel simpel klusje. Dus stel voor... Je moet iemand zijn auto repareren en ook nog even openbreken. Dan reken je alleen de servicekosten en de reparatiekosten. En de voorraadkosten. Ik zou ook nog even uitleggen dan wat de standaardkosten zijn. Nou, de standaardkosten zijn €25 aan servicekosten. Die bereken je altijd bij de factuur. Dus ook al doe je maar een klein klusje of zo, altijd servicekosten rekenen. En de voorraadkosten... Dat is het aantal kilometer keer 10. Ja, ik weet niet of je minimap, je waypoint al op kilometers hebt staan. Of staat hij nog op mijlen? Zal ik eens kijken. Kilometer. Oké, mooi. Nou ja, voordat je, als je manning geaccepteerd hebt, voordat je er naartoe gaat, dan kijk je hoe ver het is. Dan, bijvoorbeeld het is 10 kilometer. Dan zeg je, doe je 10 keer 10 is 100. Dus dan heb je al gelijk €100 aan voorraadkosten en €25 aan servicekosten. Dus die kan je dan ook al berekenen. Nou ja, dat is dat. Ik ga verder nog in op de reparatiekosten, want dat komt er natuurlijk ook nog bij. Nou ja, dan gaan we verder met het minuutje. Gereedschapskist pakken hebben we gehad. Nou, voertuig repareren, dat is natuurlijk de belangrijkste. Ja, altijd als je voertuig repareert, dan pak je natuurlijk een gereedschapskist en dan kan je repareren. Nooit zonder doen, want dat is gewoon gek als je opeens met je handen allemaal dingen gaat doen zonder gereedschap. Dus moet je even blijven onthouden. Nou, voertuig repareren, dan ga je voor de motorkap staan. Dat moet je altijd doen. En dan ga je hem zo repareren. Ik ga het even zien. Nou, dan repareert je hem. Soms kan het zijn dat op het beeld van het van de klant dat het niet gerepareerd is en dan moet je gewoon even in de auto gaan zitten en het snel nog een keer doen en dan is het wel gefixt, maar eerst in eerste instantie altijd gewoon de motor via de motorkap repareren en je kan altijd nog in de auto nog repareren. Nou ja, dan heb je voertuig schoonmaken. Nou ja, we gebruiken dat eigenlijk bijna nooit. Soms hebben we wel eens een AWB standplaats waar dat gebruikt wordt, dat voertuig even schoongemaakt worden. Als iemand dat wil, dan kun je daar gewoon €40 voor vragen. Dat ja, is niet zo heel belangrijk. Voertuig omdraaien en voertuig meenemen, die zijn alleen voor de flatbed. Dus daar hoef je nu nog niet op te letten. Object spawner. Nou, ga er maar even heen. Dan heb je de keuze uit verschillende objecten die je kan neerzetten. Nou, bijvoorbeeld kegel, barrier en gereedschapskist. Gereedschapskist heb je al gehad. Nou, dan heb je nog kegel en barrier. We gebruiken bij de AWB eigenlijk alleen maar kegels. Dus als je een weg afzet,
plekje kegels. We hebben maximaal 5 kegels in het voertuig zitten, dus je kan niet meer neer gaan zetten voor de roleplay. Nou, barriers, die heb je ook, maar die gebruiken we eigenlijk niet. Je kan het in hele weinig voorkomende gevallen nog gebruiken. Bijvoorbeeld als je de mensen weg wil houden van het incident. Als je bijvoorbeeld even de stoep af wil zetten of zo, dat ze niet in de weg gaan lopen, dan kun je dat gebruiken. Is misschien soms wel eens handig, want de politie heeft die niet. Dus daar zijn je misschien wel dankbaar ervoor. Nou ja, dan heb je nog werkhandschoenen. Voordat je aan het werk gaat, kun je die ook gewoon aantrekken. Dan kun je achter, moet je altijd bij de kofferbak gaan staan en dan kun je ze aan- en uittrekken. En dan heb je gewoon handschoenen die je kan gebruiken voor het werk. Nou, als het goed is werken ze. Ja, hier is die. Altijd even wachten, want het heeft blijkbaar een delay. Nou, heb je die? Even kijken. Ik ga even kijken of ik nog iets gemist heb. Ja, ik had het al gehad over dingen waardoor je ontslagen kan worden, wat je niet buiten dienst mag doen. Ik zal het nog even allemaal op een rijtje zetten, zodat ik dat allemaal verteld heb. Nou, ten eerste natuurlijk, als je niet bij het team blijkt te passen, je omgang met de collega's is gewoon niet goed, dan kan je ook ontslagen worden. Nou, verder. Even kijken, wat stond er nog meer? Ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd. Nou ja, je krijgt in principe één waarschuwing. Als je daarna nog een keer de fout begaat, dan word je ontslagen. Nou ja, we zullen niet altijd zo streng zijn, maar meestal is dat dan wel de gang van zaken. Nou ja, criminele praktijken natuurlijk, drugshandel, moord, bankovervallen, etc. En als je geen goed werk levert. Nou ja, en van die zwaailichten. Ik hoop dat je nu snapt dat de tijd van door rood rijden over is. Dus ja. Je kan niet meer met zwaailichten door rood gaan. Je hebt nu gewoon oranje en dat is alleen voor waarschuwing bij een ongeval. Ja, dus je gebruikt het niet terwijl je onderweg bent. En het heeft ook geen vrijstellingen om door rood te gaan. Dus als je verder rijdt, gewoon altijd uitzetten. En alleen aanzetten als je bij een ongeval bent. Of als je een gevaarlijke manoeuvre maakt. Om even duidelijk te maken. Ik krijg trouwens echt heel veel meldingen binnen. Maar ja, ik ben natuurlijk een training aan het geven. Dus. Ik zal even de meldingen uitleggen nu we dit gehad hebben van het minuutje. Nou, je gaat gewoon naar berichten. Heb je Meccano. En daar staan alle berichten. Dan heb je daarboven het bericht zelf. En daaronder heb je de GPS-locatie. Nou, voordat je op pad gaat, dan geef je aan dat je onderweg bent. Door een rechterbuisknop te doen op het bericht. En daarin zeg je gewoon onderweg. Gewoon een simpel bericht. Je mag zelf een wat uitgebreider bericht zetten als je dat leuker vindt. Nou, hoeft niet. En daaronder heb je GPS-locatie. Daarmee zet je de locatie in je navigatie. Nou, dan kun je dus gelijk zien wat de voorrijkosten zijn. Dus stuur je het gewoon een keertje in en dan heb je de voorrijkosten. De servicekosten natuurlijk voor 25 euro, die heb je ook al. Nou, dat is eigenlijk heel het systeem van meldingen. We reageerden eigenlijk alleen maar op correcte meldingen. Dus niet van, help, mijn auto is kapot. Dus gewoon echt een uitgebreide melding van, ja, ik sta hier langs de kant van de weg. Mijn auto is opgehouden met mijn motor is ermee opgehouden. Dat is al een goed genoeg melding. Nou, je maakt dus zelf gewoon een beetje onderscheid als je veel meldingen hebt van welke melding vind ik goed en andere niet. Nou, als je het heel rustig hebt, kan je juist zeggen van ja, het is wel een slechte melding, maar ik heb toch niks te doen. Dus ik kan eens goed er even naartoe rijden. Dus dat kun je gewoon zelf een beetje bepalen. Nou, zijn dat de meldingen? Dan zal ik even kijken. Dan gaan we waarschijnlijk verder met de reparatie zelf.
Heb je ook een lijst of zo waar, waarin wij kunnen zien van wat voor bijvoorbeeld wat de motorrevisie bijvoorbeeld kost? Ja, daar hebben we gewoon een lijst voor. Dat zijn vastgestelde kosten. Dus. Nou, je roepnummer zal ik nog even kort vertellen. Nou, het eerste cijfer van je roepnummer, dat stelt. Hoe heet het? Dat stelt het voertuig voor waar je in rijdt. Dat is voor het OC om te zien waar je in rijdt. Maar ja, we hebben natuurlijk nu dat systeempje, dat GMS. Dus dat hoef je dus niet meer te gebruiken eigenlijk. Maar 3 staat voor de Vito, 2 staat voor de... En 2 staat voor de flatbed. Dus dan weet je dat ook. Oké. Nou ja... 2 dingen die we nog gaan doen is incident management. Dat weet je waarschijnlijk al van de politie, maar hoe heet het? Ja. Bij de ANWB is het misschien wat anders, omdat ja, wij doen ook gewoon pechgevallen, dus daar hoef je niet heel de weg voor af te zetten. Dus dat is een klein aandachtspuntje, maar ik denk dat je al genoeg weet. Dus dan gaan we eerst verder met ja, wat je eigenlijk doet. Als je naar de melding toe gaat, dan herhalen we eigenlijk al even alle stappen. Nou, je krijgt bijvoorbeeld een melding binnen. Nou, ik zal eerst even een auto pakken. Pak ik even de auto. En dan ga ik die even kapot rijden. En dan laat ik even zien hoe je moet handelen bij een melding. Nou, die staat daar lekker. Nou, gaan we in de bijrijders. Gaan we in de bijrijders toe zitten. Waar ben je heen? Oh, is er vandoor. Hoi, Carlo. Hallo. Carlo. Ja? Hallo, hebben jullie, hoe heet het, aangenomen? Je bedoelt Jarno? Rens. Die is aangenomen, ja. Ik geef hem nu een training. En ik ga dat nu terugtrekken, want waarom ga ik je uitleggen? Ik zet anders even de stream op pauze, want het is misschien niet helemaal slim. Ben je aan het streamen? Ja. Sorry! Zet het volgende keer even in je naam. Ja, dat is ook goed.
Ja, mensen. Blijkbaar mag meneer Rens geen ANWB worden. Dus ja, het is wel rip van dat die training heb gegeven, maar... Ja, het moet maar, hè. Dus ja, als je wel ANWB wil worden, dan kan je een sollicitatie sturen. Het is awb.roerveen.nl. Dus daar kun je gewoon solliciteren en dan lezen we je sollicitatie. Op dit moment staan er heel veel over en ik bedoel open. En ik moet er nog veel sollicitatiegesprekken doen. Dus dat gaat allemaal nog komen. En dan komen er hopelijk weer genoeg ANWB-mensen online. Zo spoedig mogelijk. Dus daar hopen we op. Bedankt Edo. Ik ga even in mijn naam zetten gelijk, voordat ik live ben. Iedereen even rip in de chat voor Rens. Is wel kut voor hem, maar ja. Gaat nou eenmaal zo. Ik even live in mijn naam. En tegelijk vandoor zie ik. Oh, rip. Het is echt heel kut. Nou ja, als je dit hoort... hoe heet het, Rens? Hele erge rip. Maar ja, blijkbaar mag je niet komen bij de ANWB, maar... No problem, Edo. Nou ja, dan maken we er even wat anders van. Dan gaan we misschien gewoon even lekker meldingen rijden. Aan de WP. Nou... De titel is veranderd, dus we gaan lekker meldingen rijden. Oh, iemand schat met kanker blijkbaar. Dan gaan we er eerst even naar kijken. Want, oh. Het gaat natuurlijk voor... Waarom kan ik mijn... Ik moet even uit dienst gaan, denk ik. Koen de Bel. Waar staat die jongeman? Even kijken. Ik ben echt blind volgens mij. Koen de Bel, Koen de Bel, Koen de Bel. Ha. Voor bezieltje. Hey, die man van PostNL. Hey manneke. Wil je politie bellen? Ja hoor. Jongens, wat is er gebeurd? Ja, die jongen heeft me hier aangeslagen. Deze man daar op de grond reed met zijn motor super rap tegen die paal die nu omver ligt door een buschauffeur. En deze man schuilt met ziektes. Plus deze man wil de taxi niet betalen. Vraag maar aan deze PostNL-man, die heeft alles gezien. Daar zo, die nog leeft. Daar zo. Waar? Daar zo. Daar zo. Maar ja, de politie weet er ook al van. Wordt hervat, want ik heb niks gezien, dus succes. Daar zo. Goedendag, wat is hier aan de hand? Hallo meneer. Nou, hebben we dat ook weer gehad? Ga ik weer even in dienst, even kijken. Poem, 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 poem. Sportlunch. We moeten dan natuurlijk wel wat zwaar werk doen, dus dan is het altijd handig een sportlunch. Dat zie ik weten. Boom.
Flatbed 2.0. Oh ja. Yeah. Oh. Dat hebben jullie niet gezien. Ja, dit ding bukt echt heel hard. Eindelijk. Dus jongens, we gaan even op pad. Is er een melding? Kijk, is er nog nodig? Yep. Dan gaan we eerst even mijn equipment bijvullen. Nou, mijn jerrycan is weer vol. Kunnen we op pad, graag motorfietsers aardig stuk en olie verspreidt zich over het wegdek. Erg gevaarlijk. Om de weg. Nou ja, we gaan wel lekker. Niet weer, niet weer. Nee. Oké, hij werkt weer. Nou, jongens, geweldig. Nou, we kunnen weer even verder. Lekker rijden met onze mooie flatbed. Natuurlijk wel weer wachten op het rode stoplicht. Dat is wel weer jammer, maar... Nee, grapje. We zijn eraan gewend. Hebben jullie nog vragen voor meneer de afdelingsleider van de ANWB? Vragen zoals... Mag ik aangenomen worden bij de ANWB? Kan ik helaas niet beantwoorden, maar als je bijvoorbeeld een vraag hebt over wat wij nou allemaal doen en zo, kun je het altijd vragen natuurlijk. Volgens mij is het ook niet vaak gebeurd dat een AWP ging livestreamen, dus dat is natuurlijk ook wel weer een primeurtje. Ik heb bij de vorige stream ook wel gelivestreamd op de server. Samen weer, maar dit is natuurlijk wel 10 keer betere stream. Het regent. Ja. Kijk of mijn spectate menu weer werkt. Nee, die werkt nog steeds niet. Ja, ik kan even wel slash spectate doen, dus dat is ook weer mooi. Ik was net niet eens aan het letten op de map, joh. Gelukkig herinner ik me weer dat ik naar de melding moest. Oké, mensen zijn aan het rennen. Zetten we even de weg. Nee, zet hem niet af. Zet gewoon even de flatbed ervoor. Goed zetten. Ja, meneer heeft ook al een brandblusser zo te zien. Een goede dag, meneer. Ik kom net op tijd, want de hel begon een beetje los te branden hier. Te breken, branden. Ik zie het. Ik zag een aantal vonken, dus ik pakte gelijk maar eventjes top. De brandblusser. Eigenlijk is vandaag, wat ik niet besef, wat ik niet vandaan kan halen. Maar... Ja, die dacht... Wat er is gebeurd? De persoon die kwam met zijn Ferrari hier tegen me aan en die reed me half de kant van mijn motor af. Okay. Gewoon niet te roken en erg olie te lekken. Dus je ziet dus ook het hele voorwiel een beetje verbrijzeld door die klap. Ik zie het, ja. Ik zag een aantal vonken komen, ik denk wees er even snel bij, want ik straks niks meer waard is. Dus die was geen rol niet meer, maar...
Heeft de politie al gebeld voor die Ferrari? Want het is natuurlijk niet helemaal fijn als die ermee wegkomt. Ja, die zijn al ter plaatse geweest en okay. Die gaan erachter. Maar het was al enige tijd geleden, dus persoon die spoorloos verdwenen. Maar... Oké, mooi. In ieder geval de politie die is in kennis gesteld. Nou ja, dan ga ik in ieder geval even kijken naar de schade van uw voertuig. Ik denk dat het waarschijnlijk wel ter plekke te repareren is, maar ik zal nog even goed controleren. Okay. Even een rekenmachine bijpakken. Het gaat om servicekosten, voorraadkosten en rokende motor, dat is 20. Nou ja, ik zie het zelf niet op mijn beeld, maar... blijkbaar is die ook helemaal kapot. Dus voor de rolplaat doe ik er ook nog even een deuk bij. Dus, hou de factuur. Nou, meneer, ik heb de factuur voor u. Ik heb even het voertuig nagekeken. Ik heb wat dingen gevonden. Natuurlijk de rook en er zaten wat deuken in. Ja. En de olie, dat valt wel makkelijk te fixen. Moet wel de olie bijvullen. Maar hij kan voor u nog wel doorrijden nadat ik hem gerepareerd heb. Ja, top. Dan vullen we thuis even bij met... De factuur bedraagt in ieder geval 103 euro. Dat zal ik nu even aan u geven. Ja, prima. Kan ik die direct even afvinken op de ING? Ja, alstublieft. Even kloeren, waar staat dat kring? Nou, als het goed is, komt hij binnen 5 seconden. Gaat allemaal heel snel de laatste tijd. Oh ja, goed, dus dan is het geld onderweg. Ja, dat zie ik straks wel. In ieder geval, ik ga hem even gereed gaan pakken en dan kom ik zo terug. Ja, prima. La-di-da-di-da. Moet wel werken natuurlijk. Top. La-di-da-di-da. La-di-da-di-da. Nou. Zo. Lekker weertje hebben we ook eruit gekozen. Ja. Yeah. Ach ja. Maar u had verder ook geen last van... want het moet wel een flinke klap zijn geweest. Ja, klopt. In principe ben ik goed gevallen. De agent had even snel nagekeken en ik had enkel wat kneuzing op mijn rug. Dus, Oké, mooi. Hij heeft in zijn volk ambulance laten kijken en er was niks direct wat schadelijk was. Okay. Ze zeiden van joh, ga maar rustig verder. Als er iets mis is, kan je altijd even naar de dokter toe. Nou, het rook is in ieder geval gestopt. Ik heb even het slangetje vervangen. Kijk. Nou, in de olielaar, ik zit wel een kleine barst. Die heb ik even vastgetaped. Dus die moeten we wel even laten repareren bij de garage. Ja, was ik sowieso al van plan. Dat moet sowieso op APK, ben ik wel. Oké, mooi. Nou, voor de rest kan hij weer de weg op. Dus pak ik mijn gereedschap weer en dan ga ik er weer vandoor. Ja, eigenlijk helemaal top, man. Ja, is goed. En dan wens ik nog wel een fijne dag. Yo, hetzelfde. Yo. Hij rijdt nog steeds niet. Ja, dan heeft hij een speciale behandeling nodig. Moet ik hem even goed omarmen. Ja. Gaat ook nooit goed, hè, maar de ABB. Doet hem wel goed, hoor. Kijk eens aan.
Nou, alstublieft. Yes, helemaal bedankt. Ik wens u nog een fijne avond en een prettige voortzetting. Ja, u ook. Fijne dag. Volgens mij is met Flappet gebeurd. Ik kan er niet meer in. Dat gebeurt wel vaker helaas. Gelukkig ben ik een moderator en kan ik dit doen. Geweldig. Oh, even die kutmuziek uitzetten. Voordat ik straks een copyright strijk krijg. Kutzooi. Dan gaan we onderweg naar de volgende melding. En die luidt... Voertuig kapot nadat ik per ongeluk een paal heb geraakt. Terug. We kunnen weer lekker wachten. Geweldig. Top. Ja, zeker weten. Even kijken naar de reacties. Is er nog iets gezegd? Nee, die zijn lekker onsociaal. Nou ja, maakt niet uit, hè. Het is ook nieuwjaarsdag, dus je mag lekker rustig gaan doen. Nog een melding. Ik kan nu naar de garage van de ABB komen. Mijn auto heeft schade. Oh, ik heb trouwens. Ik rolde van een melding gestart van de Flapper. Nee. Jullie hadden je ogen dicht volgens mij, toch? Ja, ja, ja. Je bent bij de garage, je kunt daar laten repareren door de meter. Medewerkers. Als het oplicht ook even mee zit, dan zijn we hier nog voor middernacht. La di da di da. Al die knopjes dan. En ik kan er gewoon niet op klikken. Misschien werkt dit. Even kijken. Ja. Ah, jammer. Die handschoenen zitten er trouwens wel echt heel mooi. Zit trouwens wel echt heel mooi om mijn middelvinger. Ik heb je hulp nodig bij de ANWB. Ik kom er juist achter dat ik moet gaan. Oké, vernomen. Of ik tenminste geen 6 kilometer meer te rijden. Nou ja, Jarno. Je mag altijd online komen als je wilt. Ik ga trouwens wel even in een OC-kanaal zitten, want dat is misschien wel beter. Kan de meldkamer mij ook oproepen als je wilt. Boom. Even mijn nickname even veranderen. Ligt het nou aan mij of... Ik hoop dat stoplicht naar links naar nu op groen. Volgens mij mis ik het iedere keer. Waarschijnlijk irriteren jullie nu helemaal de pest. Maar dat is een foutje van mij. Ja, ik ga gewoon zo rijden, want het komt niet vooruit. Hallo, Jarno. Ik kom eens gezellig. Wacht, kan je me ophalen bij de... Blokpark garage? Kan. Kan.
wil ik niet zeker bij zeggen. Ah, wel, ik heb toch geen melding. Ja, Harry is online. Wim is online. Oh, nu is het weer uit dienst, blijkbaar. Ja. Je staat echt bij de garage, of? Ik sta voor de garage, Blokpark. Geen auto dan? Jawel, maar dan staat hij weer niet in, maar dat heb ik zin in. Oké. Jarno helpt die mijn vrachtwagens en auto's repareert. Oké. Kijk maar, chat. Saturation, ik weet niet waar je het over hebt, dus just Kevin. Je bedoelt zeker dat rechts onderin scherm, ja, als dat er staat, dan... Wacht, ik moet even uitleggen, want ik herinner me volgens mij dat het iets van een error was of zo. Maar... Ja, dit? Dat ben ik. Wacht, anders. Nou, kan hem ook weer in de pakken, Rick. Met een bus kan je echt heel moeilijk een bochtjes maken. Die mensen achter mij kunnen ook weer niet rijden. Oké. Denk ook, laat maar. Volgens mij, als je naar instellingen gaat, dus just Kevin, dan kun je daar... Je achtergrond wijzen en dan moet gefixt zijn. En anders moet je even reloggen. Dat fixt het. Dat is een beetje onrealistisch nu. Je moet je handen omhoog en je rijdt tegelijkertijd. Oh. Ja, zelfrijdende auto, hè? Ja. Je ook met de Vito. Dan wil je knipperlicht proberen om het werkt. Ja. De wielen van een flippet gaan rond en rond. Zo, de... Die kwam even heel snel aanrijden. Oh, daar staat een... Daar is politie. Ik zie... Lampjes. Politie? Ja, verderop. Zie ik omdat ik felle lampen aan heb. Hallo meneer! Waar zijn we mee bezig? Hallo? Hoezo? Nou ja, je reed best wel als een gek voorbij over de stoep. Ja, hij rijdt met zo'n soort auto in de bergen. Vind je dat realistisch? Heb je meer dat meegemaakt? Niet echt. Maar ja. Nee, hij is echt onrealistisch met zo'n... Zo'n auto in het berg, want ik kreeg een melding van kunt u mijn auto repareren, inderdaad kapot en
zag je hem staan bij de, in de bergen, bij de excessieve leeg. Dus ik dacht al, jammer, door schepelijk. Snel wegrijden voordat ik inspan. Ik ben al weg. Zo, ik zie zo'n ID echt super langs, super hard langs rijden opeens. Tos die bakker in de gevangenis. Zo. Je doet het goed. Hier staat politie. Waar rijdt hij nu langs? Nee, daar rijdt politie. Oh ja, ik rijd nu richting die kant. Hij rijdt nu langs. Wat? The fuck? Hallo? Hè? Huh? Kun je eventjes slash announce doen en dan erachter zetten, wil de ambulance in het museum zitten, alsjeblieft. Wat? Wil de ambulance? Slash announce, kan de ambulance in het museum zitten, alsjeblieft. Hoi. Ga ik doen. Dank u. No permissions, dan doe ik het wel gewoon in de OC. Ja, doe het dan wel een hoop. Ik ben even met stafzaak bezig. Ik parkeer hem even. Zo. Ja. Ja, deze persoon zit in zo. Oh, dat is of roleplay en alles. En daar word ik een beetje gek van. Alles wat ik doe is niet roleplay en alles. Maar ik vind het een beetje knap dat hij daarover begint in voice chat. En dat. Ik begin me inmiddels heel erg te irriteren. Ja, dus ik word in de boer door iemand die non-roleplay doet. Dan heb je niet aan roleplay zien of zo. Ik word gestraft door iemand die non-roleplay doet. Wauw. Oké, maar wat was er dus gebeurd? Leg het vanaf het begin naar het einde uit. Dus, moet ik het uitleggen wie moet het uitleggen? Oké, nou, wat er is gebeurd, ik kreeg een melding van onwelwording, ik kom ter plaatse. Er ligt een persoon bewusteloos, dus ik verleen eerste hulp, roep staf bij omdat er geen ambulance was. Daarna, na drie vorderingen, negeert de persoon drie vorderingen, daarna stalkt de persoon mij. Dus hij wordt aangehouden en vervolgens beukt iemand zachtjes tegen mijn auto aan. Ik kan er doorrijden. En vervolgens zit persoon te zeuren dat ik non-roleplay doe en alles in voice chat. En daar word ik een beetje gek van. En het stil weet ze dat iemand anders ook of roleplay doet en alles. En het rijk je 17 roleplay. Maar dat moet niet op deze server zijn, vind ik. Ja, nu mag jij het vertellen, vind ik prima. Als Carl het goed vindt. Ja, vertel jou kan maar. Ik ben taxichauffeur en ik kreeg een melding. Ik ga naartoe. Die gast zit helemaal in het noorden, dus ik breng hem terug. Het is €820. Die man wil niet betalen, dus ik bel de politie. Toen was het tegen vonken, dacht ik. Deze man zegt, hij is er niet meer, dus ik krijg even zo'n tot ik hem zie. Er was daar een andere postenelman die alles heeft gezien. Dus die gast heeft hem zien wegrennen en zo. Een beetje later zie ik hem rijden. Met hoge snelheid op een gestolen motto. Die motto knalt tegen de paal aan en ligt op de grond. Ik stop en zeg, je moet nog €820 geven, dan begon hij te zelden naar ziektes. Toen kwam die man van PostNL,
die alles had gezien, ook al ook dat hij tegen de paal botste en zo. Ik belde de politie. Toen zei hij tegen de politie dat ik hem had aangereden, dat ik hem dood heb geslaan. Dat was niet helemaal zo, want die man van PostNL heeft alles gezien. Toen begon hij helemaal non-rood mee te doen tegen mij. Dus dan heb ik ook geen zin om non-rood mee te doen. Wat ik voor non-roleplay dan? Met ziektes schelden, zeggen dat hij het niet heeft gedaan, liegen. En ik doe rustig mee met de politie, ik doe gewoon een beetje moeilijk, dus toch gewoon roleplay. Ik word gewoon aangehouden omdat er iemand non-roleplay doet. Snap je dat? Ik niet. Dus dan werk ik niet meer mee, ja nee, dat is non-roleplay. Mag ik daarop inhaken, Karel? Ja, ja. Volgens mij is persoon niet aangehouden wegens non-roleplay, want daar mag ik die mensen niet voor aanhouden. Waar is je voor aangehouden? Valt al wel. Persoon is aangehouden wegens negeren van ambtelijk bevel, tweemaal. Plus stalken van een ambtenaarfunctie. Ja, nee, dus jij zegt, ga weg. Ik luister niet. Je zegt nog eens, ga weg. Ik luister niet. Ik loop weg en ik kruip in de bosjes. Toen zeg je, ga weg. Ik loop naar mijn taxi, ik kruip erin. Toen leg je mij op de grond, omdat ik zo gezegd niet luister. Toen reed jij weg, ik moest ook naar daar, want ik moest mijn taxiauto gaan opnieuw doen bij de taxi. Dus ik wachtte, omdat jij zei van, straks spreek ik met jou. Dus ik reed achter jou, ja? En dan is stalken of zo. Nou, en dat deel is dus weer wat niet door de staf kan worden opgelost. Maar als je ontreft met mijn aanhouding, zou daarvoor moeten zijn bij mis van veiligheid en justitie een klacht tegen mij moeten indienen en niet via staf. Waar ik een klacht over indien is dat jij dit over non-roleplay hebt. En ik heb jou meerdere malen aangegeven dat ik er gek van word op verschillende roleplay manieren. Maar jij negeert gewoon alles. En daar ben ik er mee. Ik zit in de auto, ik zeg met de sirene aan. Ik zeg, je mag maar 80. Ik zeg, je mag niet door rood. En reed iemand tegen u en ik zeg, oh meneer, dat mag niet. Is dat non-roleplay? Nee, jij zei, nu moet je stoppen. Je wilt toch zo'n roleplay doen, je kan niet doorrijden. Dat is wat je zei. Ja, omdat je een botsing hebt. Omdat je een botsing hebt gehad. Als een botsing heel licht is, kan je gewoon doorrijden als er een schrammetje op zit. En dan kan een collega erachteraan. Heel licht, ik kan niet veel zeggen, maar dat was niet heel licht. Kijk naar je achterkant en kijk naar je neus. Maar ik zie niks. De auto rookt er al. Bij mij is echt de auto helemaal kapot. De motor rookt, de achterkant is helemaal in. Hoef je nog steeds in voice chat te zeggen, en dat is waarvoor ik Carlo heb geroepen. Ja, de beste oplossing is natuurlijk gewoon dat je gewoon even de roleplay verder zet en dat je gewoon daarna gewoon staf contacteert als je een klacht hebt over iets dat fout is gegaan. Nou, voor de rest ja, kun je gewoon voor de roleplay dingen die fout zijn gegaan, kun je in principe gewoon een klacht indienen bij minister van Justitie en Veiligheid. Dus eigenlijk is het niet de bedoeling dat je in roleplay gelijk zegt van ja, ik ga er niet meer verder dat je het gaat zeggen van ja, het is geen roleplay en zo. Dus dat is nu maar gewoon gaan. Ik ben er niet bij geweest, maar ik heb het verhaal een beetje aangehoord natuurlijk, dus ik geef je gewoon een verbale waarschuwing voor wat je hebt gedaan. Dus dat je er even op let. Ik heb niets gedaan. Ja, maar wat je dus gedaan hebt, was dat je OOC dingen ging zeggen in voice chat. En het is meer de bedoeling dat je gewoon... Oké, ik wist niet. Wat heb ik dan gezegd in OOC? Nou, geef jij maar aan, Bo. Ik heb gewoon gezegd. Ik heb gewoon gezegd dat ik moest stoppen, want er was een botsing. Ja, en dat is of roleplay als je doorrijdt. Dat is een OOC-zaak, out of character. Dat zegt niet de voice chat naar mijn mening. En je hebt ook daar ergens gezegd, deze persoon doet of roleplay. En dan, ik ga niet meer door met de situatie. Nou, dat kan je niet zeggen. Ja, ik ga niet meer door met de situatie, dat kan je wel zeggen. Hè. Ik ben nu helemaal gek geworden. Omdat één ding zegt, Daarom krijg ik een verbale waarschuwing. Houdt hier niet een officiële waarschuwing. Dus ik kan ook gewoon zeggen, oké, en dan kunnen we door. Ja, dus kijk, ik wil ook een verbale waarschuwing krijgen, dat maakt niet zoveel uit. Als ik één ding heb, één zinnetje heb gezegd. Wauw, oké, laat me maar uit die auto behalen. Nou ja, in ieder geval, je moet gewoon altijd in voice chat, moet je het roleplay houden. Dus
Daar is gewoon geen discussie over mogelijk. Als je vindt dat het fout is gegaan, kun je in chat aangeven dat ik moet meekijken. En dan kan ik controleren of alles goed gaat. Nou, dan kan ik zelf wel bekijken of ik moet ingrijpen als het echt helemaal fout gaat. Nou ja, verder als je klachten in roleplay over deze agent, dan kun je dat altijd doen bij minister van Justitie. En dan ben je bij deze gewaarschuwd voor wat jij gedaan hebt. Ja. En laat me die er nu maar uit. Dan kan de roleplay bij deze hervat worden. Dus dan wens ik jullie allebei een fijne dag. Wou jij ook? Yo. Ja, laat me er maar uit. Goed meneer, ik ga uit voor de gehandeld. Even kijken wat ik voor PM heb. Ambtelijk bevel en stalken van de ambtenaar functie. Ik heb het twee keer gezegd. Ja, we kunnen weer verder. Hallo iedereen die kijkt trouwens. Als je vragen hebt, stel ze in de chat. Abonneer lekker. Krijg ik van die kutgeluidjes dat iemand abonneert. Een grapje. Ik vind het natuurlijk heel fijn als je abonneert. Ja, ik kom er binnenkort nog meer livestreams van dat ik ANWB dingen doe. Misschien, als Kevin het toelaat, binnenkort natuurlijk ook Rijkswaterstaat streams als Rijkswaterstaat er eindelijk is. Ja, dat wordt natuurlijk ook heel vet. En ja, sub gewoon lekker en dan zie je vanzelf al wat er komt. Stay tuned, ja, ik ga weer verder. Wat gebeurde daar? Oké. Een melding. Nou, top. Mijn motorwagen staat op slot en dan gaat er nu weer vanaf. Oké, dan gaan we even van de weg, meneer. In ieder geval, ik heb net van onze meneer de Italiaan doorgekregen dat ik niet admin zaken eigenlijk mag doen op stream, dus... nou ja. Als ik iemand ga warnen ofzo, dan mag dat, neem ik aan, wel. Maar ja, ik kan niemand meer gaan aanspreken, want het is ook een beetje privacy natuurlijk. Dat niet iedereen kan zien wat ik allemaal tegen diegene zeg. Dus dat gaan we niet meer doen. Voor deze stream dan in ieder geval. Ja, jullie hebben wel een beetje een inkijkje gekregen in wat Staf nou eigenlijk doet. En hoe Staf zaken behandelt. Ja, misschien dat er in de toekomst nog iets kan komen in overleg met het management. Dat er echt een beetje een kijkje kan gegeven worden achter de schermen als Staf. Maar ja, voor nu doen we gewoon lekker ons werk weer. Ik ga wel zo de weg vandoor. Dus we gaan nog even deze melding doen. En dan kunnen we weer verder. Nog spoilers over de aankomende dingen qua server. Maar ja, op Discord kun je Work in Progress kanaal zien. Daar staat in principe in een paar hints wat er gaat komen. Maar ja, ik kan zelf sowieso zeggen dat Rijkswaterstaat komt. Dus dat wordt een onderdeel van ANWB. Er komen nieuwe auto's voor de Rijkswaterstaat. Dus de Toyota, de Nissan. En dat wordt natuurlijk ook weer een heel mooi aspect voor de hulpverlening. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Dus ja. Ja. Ja, ik in ieder geval niet hier afslaan, want dat is heel gevaarlijk. Dus ik ga lekker doorrijden. Zo, wat doet die vrachtwagen dan? Nou, in ieder geval Rijkswaterstaat, dat die komt meestal als eerste plaats bij het ongeval. Dat zijn gewoon de wegbeheerders, dus
komen dan te plaatsen. Die zetten als eerste de weg af. Zorgen dat alles veilig is. En ja, die mogen ze ook met sirenes rijden. Dat is natuurlijk wel een dingetje waar ik naar uitkijk. Dat ik uiteindelijk die oranje zwaailichten in de prullenbak mag gooien. Dat ik mag lekker door rood mag rijden met de blauwe zwaailichten. Nee, grapje. Maar het is natuurlijk wel leuk. Maar verder is natuurlijk ook weer wat variatie, want de AWB, ik bedoel, het is wel een beetje eentonig, dus hopelijk ja, zorgt de Rijkswaterstaat dat de AWB weer een beetje opbloeit. Dus. En verder qua aankomende dingen, qua server. Ja. Ik heb iets gezien over pizza bezorgen of zo. En ja, verder moet je het ook al lijken een beetje zelf uitzoeken. Ik heb ook eigenlijk geen idee. Ik ben dan wel staf, maar dat soort zaken mag ik. Ben ik niet te weten gekomen en zou ik ook niet weten. En mag ik niet vertellen als ik het wist. Dus kan ik helaas niet verklappen. Nou, zo te zien is er weer een stafzaak die ik moet behandelen. Nou, ik ga daarom ook mijn stream beëindigen, want zoals meneer Flavio aangaf, mag ik het niet meer doen op stream. Dus dan wens ik jullie allemaal een fijne dag en ja, geniet van je avond nog. En ja, ik hoop dat jullie nog een keer komen op een... mijn volgende stream. Ja, Rijkswaterstaat, alles. Het belooft veel goeds. Ja, ik wens jullie een fijne dag en tot ziens. Joejoe.